Super tof te kijken met deze nieuwe week vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Miranda. Ik zit eigenlijk elke keer vanuit deze 13e week vlog op, maar hoor je een beetje naar hem op. Het is inmiddels 13 over 11, dus kwart over 11. Ik ben net thuis en het is koud, jongen. Als ik erover praat, krijg ik gelijk kippenvel weer. Ik ga kijken hoe ik de rilling. Dit is echt heel raar. Het is minder natuurlijk van 9, maar ik zit in mijn telefoon en in één keer krijg ik dit random. Ik ging zoeken aan het typen, het is gewoon fucking raar. Hoe? What the F? Het is echt raar. Dit is raar. Gewoon niet gezond, jongen. Sinds dat ik een YouTube doe, gebeuren er echt de gekste dingen. Serieus. Ja, ik hou een douche. Hier ga ik even een schintje op zo maken. En ja. Dit laat ik even staan. Nou, het is vandaag dinsdag. En ik ben net thuis. Ik heb vanmorgen iets geconstateerd. Jullie weten dat ik zo weer zo vaak. Dus of ik een probleem heb aan mijn scooter. Dus de benzinemeter doet nog steeds niet. De vlotter is laatst vervangen, dat weten jullie. Dat heb ik jullie verteld. Nu is het zo, de vlotter die zit erin. Maar alsnog doet het denk ik niet, geeft ik alsnog aan dat hij vol is. Terwijl vanmorgen de tank bijna leeg was. Raar dus. Dus ik ben net geweest. Ik krijg vroeg om op zoek voor zijn leenscooter. Nou, die is het nu wel maar niet. Vrijdag krijg ik wel, als het goed is, een leenscooter. Dat is me beloofd. Ze zetten me erin. Dus ik krijg een leenscooter. Totdat mijn eigen scooter terug is. Nou, ik ben een poosje over terug van Appie. Ik heb net even mijn eeuw vergeten en gedronken. Ik moest naar boven, want er was een gesprek beneden gaande. Dus het ook wel openen met een zadel om bij mijn buddy te komen. Om waar er veel spullen in liggen. En op een gegeven moment zie ik dus dat het een beetje ontzet is. Dus een scheurtje in het frame en een stukje van de rand van de buddybak mist. Ik zal het jullie wel dit weekend laten zien, nog een keertje laten zien. Vrijdag. Ik had het niet eens zien. Laten zien. Ik kan het niet eens laten zien eigenlijk. Wat het dus is dat het dus het ontzet is. Dus ik heb gebeld en miste ook twee moertjes. Waarschijnlijk is ook dat de reden, want de hele frame past niet in elkaar. En daardoor, omdat die schroefjes misten, zitten twee moertjes missen, schroefjes missen. Zit het niet aan elkaar vast en daardoor past het niet zo goed. Dus vandaag, donderdag, ja gisteren heb ik niet gefilmd. Gisteren had ik een dag dat ik om 8 uur begon. Gisterochtend om 8 uur tot ongeveer 11:30, zoiets, kort voor 12. Nee, toen kwam ik dus tegen 12 uur, zoiets. 12 uur. Dus ik kwam tegen 12:30 thuis. En ik ben gisteren ook naar de stad thuis geweest om de ID-kaart op te halen. Je weet dat ik vorige week woensdag een ID-kaart nieuw had aangevraagd. En van de week dus dat die oude van mij binnenkwam. Nou, die kan ik dus wegdoen. Die is meer dan nu geldig. Gisteren heb ik de nieuwe opgehaald. Gisteren ben ik ook naar de scooterdealer geweest. Waar ik mijn scooter naar Louis Velde dus. Dat is de scooterdealer. hij heeft een moertje of een schroef erin gezet. Die aan één kant, of allebei kanten, heeft hij erin gezet. Hij heeft ook gekeken naar mijn buddy. Zo. En buddy sheet en buddy bak. Ja. Dus, hij heeft dat gezien en hij heeft gezien dat het ontzet was. Dus hij gaat er ook naar kijken. Want hij al zei. Dus de hele achterkant moet er toch een kort af. Ik zei dat ik morgen mijn scooter weg zou brengen vanwege ze. Maar het is nu dinsdag verschoven, de volgende dinsdag. Nou, ik ben weer thuis. Het is 4:30. Of bijna 5:30. Ik ben terug. Het is koud.
Dus ja. En van de volgende week start ik met Juice Plus dingen. Dus een complete by Juice Plus. Ook een Juice Plus. Capsules die ook. En zondag ga ik even editen. De begeleidster is weg. Boodschappen doen. Net vertrokken. Ja. En morgen hebben we Renk een lichtjesavond. Dus vorig jaar heb ik het ook gevlogd. Nieuwe kijkers, weten dat allemaal natuurlijk niet. Ik ken dat het niet. Je hebt het niet gezien. Jullie zien dat morgen. Jullie zien dit, dat we zijn vanzelf als jullie de vlog zien. Dan ben ik weer. Het is 7:30. Ik heb lekker gegeten. Ik zoek met broodje knakworst. En dan lees ik net in één keer wat. Dat de koning Willem-Alexander vandaag. Zoals een keer. Alweer een wagen is voor werkbezoek deze keer. En toen een universiteitsoefening aan bestond, van het jaar of zo. Toen was hij er ook komen, Maxima. Ja. Als ik het had geweten, of eerder had geweten, maar ja. Maar ja, die zullen we uit zo vaak in de komende ontwagening in zijn bekende stad. Het is vandaag vrijdag. En het is dus weekend voor mij, voor u, velen van jullie. Ook wel. Maar ja, als jullie deze week gaan kijken, is het de dag. En dan is het nog lang geen weekend. Voor ze mag dan wel, maar voor ze niet iedereen. Ik ga mijn tas even inpakken. Die gaat zo naar richting Renken. Vanavond hebben we in Renken een evenement, lichtjesavond. Vorig jaar was het ook. Ja, voor de rook. Dit jaar ga ik er weer naartoe. Nou, ik ben weer aan Renken. Het is inmiddels 3:01. Ik ben net pas in Renken. Het is heel koud op de scooter. Niet normaal. Ze zeggen dat het weekend het gaat sneeuwen. Nou, ik ben benieuwd. Lijkt me niet, maar goed. Dat roepen ze heel vaak. Zou ik het onderhand niet meer geloof. Maar, wat het wel is, is ik wel en ik had toch wel van bouwen als het terug gaat zou gaan sneeuwen. Nou, ik ga met mijn moeder samen pizza maken. Gaan we die vanavond eten? Natuurlijk. En dit gaan we erop doen. Salami. Is even later. Ja, en die kaas op de pizza. Kijk, zo moet het. Het is de pizza geworden. Ik weet niet of jullie me goed kunnen zien buiten, maar we gaan nu naar de lichtjesavond. Lichtjesavond. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie me heel goed kunnen zien, anders pak ik gewoon mijn telefoon erbij. En dan kan ik het niet meer filmen. Als zaklamp bij schijnen. Maar we gaan dus naar het lichtjesavond. Ja. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and welcome. Yeah.
Het is vandaag zaterdag, het is 10:50. Ik ga me zo aankleden. Vandaag gaan mijn moeder en ik even naar Wageningen naar de kerstmarkt. Daar zou ik morgen mee naar Arnhem gaan, maar dat mag niet. Voor een desbetreffende persoon niet. Dus ja, dan is het maar zo. Maar daarom ga ik vandaag naar Wageningen. Al stelt dat daar niet heel veel voor, want Arnhem is de grootste kerstmarkt van Oost-Nederland, zeggen ze. Ook nu in Wageningen, we gaan dus nu naar de kerstmarkt. Die er schijnt te zijn. Dus ik ben benieuwd. Het is ook een nieuwe kledingzaak. Ik ga dat niet staan voor Willem hoor. Nee. Horen ze nou hoor. Hij kan een beetje verdachten. Ja. Nou, ik ben weer een Renke weer thuis. We hebben boodschap gehaald. Flink. Veel dingen gekocht bij de Action. Ja, flink. We gaan nog wat gekocht. Het is vandaag zondag. Het is 11:50. Ik was tegen 9:30 wakker. Ik heb een poosje gezeten en het ligt buiten sneeuw. Daar ben ik niet heel blij mee namelijk, want ik mag naar de winkel wat drinken halen. Maar ja, dat gaat goed, maar dat gaat niet door. Sneeuw ligt. En ik was in een fel overbelicht net. Maar ja. Maar op mijn scooter heb ik die cel eroverheen gelegd. Die ligt hier wel helemaal onder de sneeuw. Nou ja, mijn moeder gaat vandaag maar even zo vloggen op de kerstmarkt. In Arnhem. Ik mag niet mee voor een desbetreffende persoon. En dat is wegen mijn beperking. Wegen mijn beperking mag ik niet mee, omdat ik goed aangeleid krijg. Raar om, goed. Als eerste, ik kan daar niks aan doen. En tweede, ze moeten me gewoon accepteren. De persoon die mij zo raar over me denkt of zo tegen me doet, moet gewoon me accepteren. Dus ik ben klaar, weet je. Anders accepteer ik jou ook niet, weet je. Dan hoef je niks meer niet. Zo denk ik. Tenminste, als je niet mij kan accepteren over wie ik ben en hoe of wat, dan hoef ik je ook echt niet meer onder ogen te zien. Dan hoef je ook niet meer in mijn leven te komen te zijn. Te komen. Echt.
trailer die ik heb gekocht. En dat is best goed gelukt, zeg ik je wel. Ik heb heel veel doosjes diepvriesfruit gehaald voor smoothie, zeg maar.